Het is 1969. Twee jongens zijn aan het vissen aan de Maas. Als de stuwen worden opengezet en het water heel erg laag komt te staan, doen de twee een lugubere vondst. Februari 1945. De geallieerden starten een laatste offensief om bezet Nederland te bevrijden. Onder de naam Operation Grenade begint het geallieerde leger aan een opmars in Limburg. De gevechten zijn fel en hevig. En bij de oversteek van de Maas sneuvelen vele soldaten. Sommigen komen in het water terecht en hun lichamen worden niet teruggevonden. Ze zijn vermist. Waar was het nu precies, juffrouw Stoel? Ja. Volgens mij komt daarachter daar de beek in de Maas. En dan bij deze broei, daar ligt er dus nog één krip, dan moet het ongeveer op deze plek zijn geweest. Het is 1969. De waterstand in de rivier de Maas is extreem laag. De sluizen en stuwen zijn buiten werking gesteld, zodat ze gecontroleerd kunnen worden. In het Limburgse plaatsje Lom besluiten twee vrienden te gaan vissen. Met een vriend van mij dan vanuit mijn ouderlijk huis, dat ligt vlak in de Maas, zijn we naar de Maas toe gelopen. En daar hebben we ergens bij de tweede of de derde krep voorbij de beek, daar hebben we zitten te vissen. En in een keer een bolletje zo van, misschien wel een bal. Dan kunnen we dadelijk misschien hierboven op het strandje nog wel even voetballen. Nou, toen hebben we die bal opgepakt en toen bleek dat een schedel te zijn. Nou. Op dat moment is het wel even schrikken, dus even, ja, wat doen we ermee? En toen wisten we dat juffrouw Stoel, die zat bij Oudheid en die dingen allemaal, dus spulletjes in een emmer. Toen zijn we naar juffrouw Stoel toe gelopen, want dat wisten we nog van archeologische opgravingen die ze gedaan had. Nou, misschien was dat wel dan de ideale persoon. En toen komen er ineens een paar jongens aan hollen, juffrouw. He, ik zeg, ja, wat is er? Juffrouw, we hebben in de Maas de knoken van een mens gevonden. Het is gewoon het Limburgse woord voor botten. He. Botten kennen ze niet, maar wel knoken. He. Ik zeg, oh, dan ga ik wel even met jullie mee. Nou, we gingen naar de Maas toe en de jongens vertelden maar, ja, we hebben echt een heleboel knoken liggen daar, hoor. We hebben van alles gezien. Nou, ik stond zelf verbaasd van wat er allemaal lag. Het waren werkelijk allemaal botten van mensen. Dan was er één vreemd verschijnsel. De botten waren allemaal helemaal zwart. Daardoor dacht ik, dat is oude boel en die is door het water, is dat nou vrijgekomen. Daar hebben we toen alles bij elkaar geraapt wat we vinden konden. Ik zeg, zo, nou kom maar, nou gaan we naar huis. Thuis aangekomen belt Johanna Stoel de politie, die meteen komt. En toen hadden die agenten aan mij gevraagd, hebt u naar het gebit gekeken? Ik zeg, nee, dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Ik zeg, maar ik ga het wel even doen. Ik ging naar de keuken toe, heel gewoon, met die botten in mijn hand. Draaide de kraan open en toen liet ik het water erover spuiten. En toen kreeg ik schrik, want ineens zag ik dat er in de tanden vullingen zaten. En toen wist ik dus dat het geen oud skelet was. En toen zei ze hebben hier eens naar een Duitse soldaat gezocht. Misschien is het daar wel van. De politie neemt contact op met de Duitse oorlogsbegraafplaats IJsselstein bij Venray. Duitse studenten die daar aan het werk zijn, komen meteen zoeken naar meer restanten. En ze vonden van alles. Een kruisje, een tas met van alles in. Ik kan me ook herinneren dat we de schoen boven uit de modder of uit het water haalden. Waardoor we wisten dat het een Amerikaanse soldaat was. Het was een Amerikaanse schoen. En het enige wat we niet konden vinden, en daar hebben we toch wel heel intensief naar gezocht,
Dat was de penningen. En ze zeiden maar, we moeten een plaatje van die man hebben. Dat we weten wie het is. En maar zoeken. En overal maar krassen en met de rieken erdoor. Van alles gebeurde er, maar we vonden geen plaatje. Na 6 dagen zoeken vertrekken de Duitse studenten. Ze hebben veel dingen gevonden, maar geen identificatieplaatjes van de soldaat. Johanna's stoel besluit door te zoeken en raakt daarbij flink gewond aan haar voet. Toen kon ik een paar dagen bijna helemaal niet lopen. Tot het begin van de volgende week. En toen hoorde ik aan de radio, de stuwen van de Maas worden weer in werking gesteld. Het water komt weer omhoog. Ik dacht, ja, maar dan moet ik toch gaan kijken. Hè? Kijken of er toch nog wat ligt. En ik ben iemand die geregeld bidt, ook nu. Ik bid elke dag, bid ik nog. En toen zei ik, nou God, wat u ons hier aandoet, dat lijkt nergens op. Dat we wel die botten vinden. Dat we wel van allerlei dingen vinden. Maar dat we niet weten van wie het is. We hadden de ouders van die jongen, hadden we zo gelukkig kunnen maken als we hun dit allemaal terug hadden kunnen geven. En hem konden laten begraven in de buurt van hun huis. Ik was echt een beetje kwaad op onze lieve heer. Ik zeg, nee, onze lieve heer, dat lijkt nergens op wat u doet. Dat lijkt nergens op. En ik sta daarboven, echt nog een beetje kwaad. De zon schijnt. En ik zie de stralen naar beneden komen. En dan zie ik daar een licht plek.